Haha, dag reviewvrienden. Hoe is het daar? Hier gaat het prima. Ik heb gehoord dat we binnenkort weer op het terras mogen zitten tot 6 uur 's avonds. Dus hartstikke lekker. Maar wat zit er onder een doosje? Wat heeft ons Achmeetje opgestuurd? Laten we even kijken loeren en kijken. Oh! Valt een hele kaart uit. En ik zie wie hier. Dus ik ben gelukkig. Dit is helemaal niet opgestuurd door ons Achmeetje. Dit is opgestuurd door doosenproost.nl. Ja, ongelooflijk zeg. Doosenproost.nl, dat is een bedrijf die bekend is om verschillende bieren uit over de hele wereld rond te sturen. En daar kan je lekker van proeven. Hoe mooi is dat om dat even bij Jan's Reviews te doen? Ik heb ook een uitleg erbij gekregen, dus dat is wel makkelijk. We hebben een blikje Yeasty Boys. En de Yeasty Boys, die komt uit Nieuw-Zeeland. Captain Cook, Big Mouth, heerlijk biertje. Yeasty Boys is een Session IPA. 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 Hartstikke lekker. Dan hebben we hier Yuzu Hai uit Japan. Even kijken, wat hebben we hier? Het komt uit het Terikyo Klooster. In Japan, nou het zal allemaal wel. En dan hebben we deze, even kijken, de Anchor California Lager, die komt dus uit Amerika, dat is simpel. Eens even kijken, 1876 zijn ze begonnen met dit gebeuren te brouwen. Hartstikke mooi zeg, met een mooi biertje. Mooi flesje, mooi etiketje. En hier weer Bush Character, ja in België gewoon. Amberkleurig gefilterd bier. Met sterke aroma's van banaan. Nou, die Belgen, die houden ervan. Nou, in ieder geval hartstikke mooi. Doosenproost.nl voor de uitleg. Maar goed, uitleg is één ding. De smaak is het tweede. We gaan even proeven. 4 glaasjes, geen bierglazen. Jullie weten waarom, ik heb geen bierglazen. Want bier suip je namelijk uit het flesje of uit het blikje. Ja, maar niet bij de reviews. Want we moeten ook even kijken hoe het eruit ziet. We beginnen met een nieuw Zeelandse IPA biertje. IPA bier is sterker bier. Tenminste, het is iets heftiger bier. Mij is ooit verteld dat IPA bier uit de tijd komt dat de Engelsen de baas waren over India. En daar stuurden ze dan IPA heen in grote vaten. Dat moest dan aangelengd worden met water, zodat het eigenlijk een normaal doordrinkpilsje zou worden. Maar die mensen die er zaten joh, in India, die waren natuurlijk al helemaal zat. Hartstikke warm, muggen, heleboel gezeik. Komt sterk bier binnen, dan moeten ze dan aanmengen met, aanlengen met water. Die dachten, dus die sopen gewoon dat sterke bier op. En dat is IPA bier, dat weet ik dan wel weer. Yeasty Boys, nou hartstikke leuk bedacht natuurlijk gisteren jongens. Big Mouth. Ziet eruit als een licht biertje. Het is wel een troebel biertje. We hebben Japans bier. Hai! Nou, dat ziet eruit als nog lichter bier. Het ziet er liever uit als gewoon een soort van visdrankje. Dan hebben we de California bier in dat mooie flesje. California Lager. Dat is een iets donkerder biertje. Ruikt lekker. Maar ik ben voornamelijk gecharmeerd van het flesje. Ik vind het een mooi flesje. En dan hebben we het Belgische bananenbier. De Bush Character. Oh, dat is gewoon een donker biertje. Moet je eens even kijken, zeg. Wat zal me kraken? Die is helemaal oker. Nieuw-Zeeland, Japan, Amerika, België. Wat een prachtig internationaal programma, dat Jan's Review. Laten we ook maar gewoon deze volgorde aanhouden. Het IPA-biertje uit Nieuw-Zeeland, de Yeasty Boys. Onmiskenbare IPA. Een stevige smaak, hè. Het is... Er zit veel meer karakter in dan eigenlijk gewoon een lager biertje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb IPA's gedronken waarvan je bek bijna bij elkaar verwringt. Zo heftig. En deze is eigenlijk wel voor een IPA best ontspannen. Alcohol 4,4. Valt dus eigenlijk hartstikke mee. Meestal is de IPA iets sterker dan gewoon bier. Dit is eigenlijk iets zwakker. Ik vind hem lekker. Het is een doordrink-IPA'tje. En dat heb je niet vaak. Ook een leuk blikje uit Nieuw-Zeeland.
met biertjes. Smaakvol. Tijd voor Japans bier. Hai! Eens even kijken wat die Japanners maken van een biertje. Ik heb me vaak lens gesopen aan de sake bij de sushi. Dan ga je een sushi eten. En dan douwen ze een heel plateau sushi naar binnen. Maar eigenlijk waarom je het doet is die warme sake. Dat is lekker, jongen. Gewoon eigenlijk gewoon een hele warme, sterke drank. En dat koekel je dan naar binnen in een theepotje. Nou, dan ga je hard op. Het Japanse biertje, yuzu, iki yuzu, is eigenlijk gewoon een zacht biertje, maar er zit wel een bepaalde smaak aan. Er zit een smaak aan wat je niet per definitie aan bier doet denken, terwijl het sowieso bier is. Ik spreek natuurlijk helemaal voor een meter Japans, maar... Ah! Hier staat al, beer with green tea. Japanners hebben bier gemaakt met groene thee. Why not? Ja. Het is inderdaad groene theebier. Ja, nu ik het heb geproefd dat het groene theebier is, proef ik alleen nog maar groene thee. Maar het is ook dat je denkt, als ik thee had gewild, had ik dat wel gepakt. Ik hou heel erg van Japanse producten, man. We gaan naar mijn favoriete flesje. California Lager van Anchor. 1896 met een ongelooflijke boze zwarte beer erop. Laat eens proeven. Je ziet dat het... dit is een licht bier. Dit is al wat donkerder. Een lager. Ja, ruikt naar bier. Oh. 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 Waar ik het flesje zo mooi vind, vind ik het biertje moeilijk. Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè? Want ik heb dus net IPA gedronken. Daarna groene theebier. Allemaal heel licht. Tenminste, dat is wel heftiger, maar dit is echt heel licht. En dan drink je deze. Ja, dan is het in één keer een hele bittere meuk wat je drinkt. Dus ik moet het even een kans geven. 4,9%. Dus die is al een stukje zwaarder dan deze. En deze. Dat proef je ook wel een beetje. Ja, ik vind hem een beetje te blikkerig. En ik weet dat hij uit een flesje komt. Maar bier kan ook een beetje een metalige bliksmaak hebben. Dat je denkt, leuk. Hè? Dat je dan aan de bar zit met een leuk flesje. En je denkt, ja, de volgende wordt toch wel wat anders. Dat heb ik met deze ook een beetje. Maar nu komt hij natuurlijk. De Belgische bananenbier. Bush Character. 12% alcohol. Dat is net een neut wat je drinkt. En dat zou dan bananenaroma's moeten hebben. Dus naast dat je ongelooflijk besopen ervan raakt, zit je ook nog bananen naar binnen te pakken. Nou, krijg de perspleuris. Ik zweer het je. Het smaakt totaal naar banaan. Hé, je proeft bananen. Je proeft bier. Je proeft ook een godsjeruba hoeveelheid alcohol. Ik denk als je drie flesjes Bush Character naar binnen kukelt, dat je jezelf zo lang als een banaan voelt. Ik weet dat ik vroeger als kind vrat ik me helemaal dood aan bananen. En wat ik nu lekker vind, zijn gedroogde bananenschijfjes. Ken je dit? Die van die gedroogde dingetjes, dat je dat kan knabbelen. Ik vind de banaan nu vind ik een beetje te sponsig, een beetje te nattig. Ik ben er niet meer zo gek op. En nu opeens heb ik dus een bananenbiertje uit België voor mijn neus. En die smaak is onmiskenbaar, bananen. Sorry, te veel bier. En ik denk dat ik het lekker vind. Dat is eigenlijk heel raar voor een man die niet van speciale biertjes houdt. En waarom zou je in godsnaam van bananenbier houden? Het is eigenlijk wel een hele lekker bananenbiertje. Maar je merkt wel dat er heel veel alcohol in zit. Want ik begin al een beetje onzuiver na te denken. Valt allemaal wel mee hoor. Ik ben er nog steeds.
IPA, Nieuw-Zeeland. Minder sterk dan verwacht. Zacht. Eigenlijk voor een IPA doordrinkbaar. Japans groene theebier. Echt een smaak waarvan je denkt, hé, hey, groene thee. Wel lekker. De Amerikaanse vond ik een beetje te blikkerig. Beetje wrangig. Beetje... En deze wilde ik tot de sokken af toe afpissen. Ik wilde zeggen dat bananen niets te zoeken heeft in bier. Dat die Belgen gek zijn. En dat het een walgelijk drankje is. Maar dat is het dus niet. Tijd voor de cijfertjes. Ik wil doosenproost.nl bedanken voor het leveren van deze pilsenkindjes. Hartstikke lief en aardig. Hartstikke leuk. Ik ben over bijna alles positief. Waar ik niet positief over ben, is die Amerikaan. Ik heb net altijd het flesje lopen op te hemelen. Ze zegt dat het zo fantastisch is. Ik vind het biertje niet lekker. Het is mij... Het is dat je een slokje neemt en je denkt... Dat vind ik niet best. Die krijgt van mij een 4. Hou ik niet van. Ondanks dat het IPA is, dus een beetje een stevige smaak heeft, wil je er nog een slokje van. En wil je waarschijnlijk nog een paar blikjes. Lekker biertje krijgt van mij een 7. De Japanse Iki Yuzu, waarschijnlijk uitgesproken als Iki Yuzu, is raar bier. Ja. Die flikken nou melkzuur in een bier. Dat kan je toch alleen maar in Japan doen. Groene thee, citroenzuur. Het is allemaal niet wat je nodig hebt. Maar er is een fris biertje uitgekomen. Ik denk dat je het hartstikke leuk vindt. Op een moment dat je niet helemaal weet of je nou een biertje wil of een kopje thee. Een 6. Omdat het best te doen is. Maar ja, om je altijd er niet heel erg blij van. Raar moment, ik ga namelijk een heel hoog cijfer geven aan een speciaal bier. 12% alcohol, veel te hoog voor bier als je houdt van doordrinkbieren. Bananensmaak, god vergeme, wie verzint dat? Dat kan toch niet goed gaan? Het is goed gegaan. Busch, karakter of karakter, zoals het hierop staat, is een heel zwaar bananendrankje. Edoch, verdomme lekker. Die krijgt van mij een 8. Bij mijn volgende review, review ik een alcoholmeter. Dus ik zuip dit allemaal op en daarna ga ik kijken wat mijn alcoholpercentage is. Nou, ik denk als je één flesje bananendrap op hebt dat je al niet meer mag autorijden. Maar ik ga het allemaal opzuipen en mijn aanstaande review is een alcoholmeter. Hoe leuk is dat? Nou, tot dan hè. Doei. Poeh. Oh. Jezus, nou ik ga het allemaal opdrinken.